kijk naar deze gloednieuwe Dear Diary. Ik wilde bijna een weekvlog zeggen, maar dat is het inmiddels niet meer. Het is volgens mij Dear Diary nummer 3. Vandaag wordt echt een super leuke week. Ik ga eindelijk weer naar school waar ik echt super veel zin in heb. Nou, ik heb trouwens echt precies hetzelfde aan als gisteren. Maar weet je, het maakt niet uit. Het maakt niet uit. We gaan door met leven. Ik wil jullie even bijpraten. Ik zet jullie even ondertussen neer. Nee, ik zet jullie even hier neer. Ik heb nu inmiddels, dit is alweer mijn derde weekvlog, maar ik ben echt wel van plan om... echt alleen te vloggen als het echt een leuke week is. Kijk, vorige week was echt een saaie week. Dus dat had ik dan eigenlijk niet kunnen doen. Maar ik had jullie al beloofd dat ik zou gaan vloggen. Maar deze week wordt dan wel weer een leuke week. Dus dat is dan weer prima. Maar ik ga even iets beter kiezen van welke weken ga ik wel vloggen. Welke weken ga ik niet vloggen. Dus het is niet zo dat er elke week per se een video online komt. Maar ja, alleen als ik gewoon een leuke week heb. Want dat is ook gewoon het leukste voor jullie. En als ik bijvoorbeeld heel druk heb met school of zo, dan kan ik het misschien een beetje niet doen. Dus... het is niet zo dat ik nu elke week ga vloggen, maar ja, wel vaker dus. Dus dat is wel leuk. Maar ja, ik heb nu dus deze 3 weken achter elkaar wel gewoon gevlogd. Want ik dacht, ja, weet je, dat verdienen jullie. Dat verdienen jullie, jongens. Nee. Verder, planning voor vandaag. Ik heb dus de verjaardag van mijn vader. Die komen... mijn vader en mijn broer komen... even denken. 1 uur? Ja, ik kom hier naartoe en dan gaan we lunchen. Verder ga ik niet heel veel doen vandaag. Oké, okay, jongens, het is weer haarwasdag. ik doe zeg maar altijd 1 keer per week doe ik een paar soort shampoo in mijn haar. Want ik heb dus mijn haar blonder geverfd. Dus voor alle mensen die vragen, heb je haar blonder geverfd? Ja. Dan doe ik dus dit. Al voor het geel. Althans, ja, niet dat ik dat al pas heb meegemaakt hoor, maar... jee, maar ik klink echt kaal zo. Maar het werkt dus. Als je op zoek bent naar een goede shampoo, niet gesponsord, was maar zo. Andrilon, Silvercare. Laat het even 20 minuutjes of zo intrekken. Mijn haar is in ieder geval daarna niet paars. Dus dat is ook fijn, hè. Dat willen we namelijk ook niet. Dus ja, even een tipje. Want ik, voordat ik dit deed, was ik ook op zoek naar een goede shampoo. En ja, was benieuwd of het werkte. Het werkt. En het wordt niet paars. Dus, tipje van mij. Hallo mensen. Ik heb even lekker mijn LED lights aan. Dus vandaar dat ik een beetje roze ben. Het is vandaag zondag. Ik heb echt heel weinig gedaan. Ik ga dus morgen weer voor de eerste keer naar school. Daar zie ik veel zin in. Morgen heb ik ook opnames voor iets superleuks. Maar dat mag ik niet vertellen. Ik moet dinsdag voor de eerste keer werken bij de Albert Heijn. Gewoon meelopen. Dus nog niet echt werken, maar wel gewoon... ja, 2 uur gewoon meelopen. En dan zaterdag ook weer werken bij de Albert Heijn. Ook meelopen. Dus dat is echt superleuk. Dus ik heb wel een drukke week vandaag, maar ik ben nu trouwens even Wie is de... daarom pakte ik de camera. Met Wie is de Mol gaan kijken. En ik ben nu bij het stukje dat ze de mol, zeg maar, gewoon gaan zeggen. Dus dat wilde ik even filmen. Ik denk dat René de mol is. Ik zou het echt stom vinden als René de mol is, want ik vind haar echt helemaal geen leuke mol. Sorry, maar... als het Rocky is, dan... ja, gewoon heel goed gedaan. Oké, wacht. Let's go. Spoiler alert dus dan, hè. Dus alsjeblieft, als je nog... wat doe ik trouwens met mijn haar de hele tijd? Moet even goed zitten. Zit niet goed. Zit beter. Ja, ik ga het nu aanzetten, ja. Dit is echt raar. Oké, ik ga het aanzetten. Hallo, kom eens met die uitslag. Ik wil wachten. Het is sneller. Ik wil zo graag meedoen aan Wie is de Mol ooit in mijn leven. Het is echt een bucketlist ding. Ik heb alles gedaan wat ik niet wilde doen. Elke dag. Ik heb alles gedaan wat ik niet wilde doen. Joshua, jongen, echt... hij fuckte echt met iedereen. Nou ja, niet letterlijk, maar gewoon met iedereen's hoofd. Ik zag Wie is de Mol ergens te voelen qua energie wie die mol zou kunnen zijn. Energie? Love haar, echt. Love haar. Oké, we zijn er bijna. Love Charlotte, echt. Ik vind het heel eng. Sowieso René, kom op. Dus laat het René zijn. Ja hoor. Ik heb het goed. Ben de mol. Jezus, wat zijn ze wat raar. Ik dacht het al. Jee, mag normaal zeg veel meer climax, maar nu echt niet. Nou, ja, een beetje jammer. Maar goed. Ik had het goed jongens. Yay. Hallo jongens. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. En ik ga voor de eerste keer weer naar school. Ik heb super veel zin in. Ik ga nu lekker ontbijten met deze smoothie. Hetzelfde smoothie als vorige week. Dus jullie weten wat erin zit. En vanmiddag heb ik hele leuke opnames. Daar kan ik helaas niks over zeggen. Maar dat wordt echt
super gaaf. Dus stay tuned. Nee, echt super veel zin in. Dus dat is een beetje de planning voor vandaag. Ik heb echt veel te veel opgestaan. Ik dacht echt, ik heb echt tijd nodig, maar ik ben echt nu al klaar. Het gaat echt goed. maar ik heb echt super veel zin in school vandaag. Gewoon even om iedereen weer te zien. Nou ja, je ziet dan niet iedereen, want je zit natuurlijk in twee groepen, maar ja, beter dan niks, toch? Ik zat trouwens nog even mijn outfit laten zien. Ik heb vandaag een zwarte hoodie aan. Met een witte broek en mijn... Oh, jezus, hoe kan ik dat laten zien? En mijn Jordans. Ja, even leuk. Om te vertellen wat ik aan heb. Oké, jongens, we zijn nu onderweg naar Hilversum. Want ik heb dus opnames, maar ik kan niet zeggen waarvoor, maar dat komt ergens wel online. Dat is leuk. Het is heel leuk, het is super groot, dus dat is echt heel leuk. Ja, we gaan dit lekker doen en dan kan ik eigenlijk al niet wachten tot ik vanavond weer thuis ben. Want ik ben moe. Dus, yes. Oké, jongens, ik ben nu aan het lopen. Je ziet me volgens mij niet, maar kijk. Dat is dus waar ik ben overvallen. Met het Junior Song Festival. Dus altijd als ik hier loop, moet ik daaraan denken. Superleuk. Goedendag allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik had vandaag lekker een dagje thuisles. Oh, dat was echt, trouwens echt super chill. Omdat, ja, ik had gisteren dus heel laat, tot het best wel laat opnames. Dus ik dacht echt, dat het duurde maar een uurtje. Maar het duurde echt letterlijk 4 uur. Het was echt super leuk. Ik heb echt zo erg genoten. En ik kan echt niet wachten om tegen jullie te vertellen waarvoor het was. Want dan kan ik even wat meer achtergrondinformatie geven. Maar helaas, dat duurt nog eventjes. En vandaag is mijn eerste werkdag bij de Appie. Je ziet al dat ik mijn kleding aan heb. Ik ga helemaal een stukje om. En ik ga zo meteen naar de ortho. Want als het goed is, mag mijn beugel eruit. En ik hoop echt dat het allemaal goed is. En dat ik niet nog wat beetjes moet. Want dat zou ik echt heel stom vinden. Dus ik hoop echt dat ik gewoon mijn spookje in één keer krijg. Want dat is dan de bedoeling. Als het goed is, zei ze, dan doen we gelijk een spookje en alles. En ik heb ook echt super veel zin om te naar de Albert Heijn te gaan. Ik vind het echt heel erg ongemakkelijk, denk ik. Maar ja, weet je, we gaan het allemaal zien. En we gaan het meemaken. En we overleven het wel, weet je. Het komt goed. En morgen ga ik weer naar school. Daar heb ik ook echt heel veel zin in. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het echt heel chill vind om zeg maar om de dag zo te gaan. Want dan heb je en een dag thuis en dan weer een dag school. Helemaal toppie, jongens. Ik ben helemaal blij. Waarschijnlijk spreek ik jullie vanavond weer na werk. En dan hopelijk zonder beugel. Oh, ik hoop het echt zo erg, jongens. Ik hoop het echt. Ik ben in ieder geval echt zo tevreden voor mezelf. Dus ik hoop echt dat ze gaat zeggen, ja, ben je zelf tevreden? En dan zeg ik ja. En dan zegt ze, nou, dan mag je eruit. Oh, ik hoop het echt. Want dan gaan ze de attachments eraf halen. En dan is mijn bakje erachter klaar. Dus ja, ik zie jullie na de ortho en na werk weer. Gek om te zeggen, jongens, werk. Want ik werk bij een restaurant normaal. Maar die is natuurlijk nu dicht. Maar, dus ik ging bij de Appie solliciteren. En ik heb er echt zin in. Echt zin om iets te gaan doen. Hallo guys. Ik zei... Stel scherp. Ik zei dat ik gisteren nog naar werk zou filmen, maar niet gedaan. Het was echt super leuk. Ik vond echt... Waarom is het... Wacht. Mijn lens is volgens mij vies. Ja, dit is beter. Ik dacht dus... Ik moest dus 2 uur werken. En ik dacht dus dat ik 1 uur zou meekijken en 1 uur het zelf zou doen. Maar ze was echt binnen 5 minuten zei ze van, ja, ja, je mag het zelf nu gaan doen. Dus dat was echt super leuk. En ik vond het echt grappig en leuk om met mensen te kletsen. En ik heb zoveel pijn nu trouwens. Dus ik heb dus, ja, dat witte is een zalf hoor. Niet dat het gekke shit is. Ik heb gekke bultels. Ik ben er iets gestoken. Daar ben ik dus kennelijk allergisch van. Want ik heb ook eentje op mijn pols. Die zie je inmiddels niet zoveel meer. Maar oh, die heb ik het zo erg. Ik vind het zo vies. En het is ook wel een mega muggenbult. Ik had vandaag weer school. Oh, trouwens mijn beugel. Hij mag eruit, maar ze hadden geen tijd meer om dat dus te doen. Echt janken. Dus nu is mijn moeder aan bellen of het eerder kan. Want ze zeiden van ja, oké, dan gaan we hem 30 maart eruit. Maar dat duurt dus nog super lang. Dus nu is mijn moeder aan bellen of het eerder kan. Want jongens, ik ga toch niet nog 2 weken met een beugel rondlopen terwijl hij er al uit mag. Alleen omdat ze geen tijd hebben. Nou echt verschrikkelijk. Maar goed, hopelijk kan het al eerder. En ik ben net uit school. Ik had eigenlijk tot 2:30, maar... Het laatste 4 uur viel uit, dus ik had maar tot 5:45 echt helemaal toppie. En morgen vallen ook de laatste 2 uur uit. En het eerste uur, dus ik ben helemaal blij. Want we hebben dus examens bij ons op school en heel veel mensen hebben mondelingen en zo. Dus dan zijn al die docenten dat aan het doen. Ik moet dus zaterdag weer werken en ik heb er echt nu alweer zin in. Ik weet niet waarom, ik vond het echt heel erg leuk. Ik ben nu lekker Grey's Anatomy op mijn iPadje aan het kijken. En ik ga de rest van de dag helemaal niks meer doen, kan ik je vertellen. Dus dat is helemaal toppie. Yeah.
Volgens mij heb ik hier gisteren ook gefilmd. Echt precies op hetzelfde plekje. Ik ga helemaal stuk. Ik heb iets leuks. Want ik zie net dat er morgen een film op Netflix komt die ik heb ingesproken. Yes Day heet die. En de trailer staat al online, dus die ga ik eventjes kijken. En dan moet ik hem natuurlijk wel, ja, trailer. En dan moet ik hem wel op Nederlands zetten natuurlijk. Want... Nederlands. Zijn, dan is het wel dat ouders en kinderen het altijd over één ding oneens zijn. Hebben jullie wel... Oh, ik word gebeld. Wat een anticlimax dit weer. Wacht even, even mama opnemen. Ik ben aan het werk. Ik ben een beetje moe. Ik ben ook moe. Daar hebben we allemaal wel last van, denk ik. Ja, gek genoeg. En waarvan dan? Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. We zijn er echt klaar voor. The beloved bestseller. Even kijken hoor, want zo zie je het niet. Nou ja. Gehoord van Ja-dag. Dat is dat nieuwe gedoe dat ouders 24 uur ja zeggen op alles wat hun kinderen willen. Dat is cool. That's me. Leuk. En pap en mam hebben tegenovergestelde. Morgen komt hij dus online. Dus als deze vlog online is, het is heel lang online. Dus als jij even die middag verveelt of zo. Kijk de film Yes Day. Is echt een hele leuke film. En zet hem op Nederlands heel even. Ik kijk nooit namelijk films in het Nederlands. Maar als je hem dan even kort in het Nederlands, dan hoor je mij. Jongens, halleluja. Ik zit even op YouTube. En weet je wat ik aan het kijken ben? Ik kijk van die, organized video's, van die pantries. Weet je wel, die voorraadkasten in Amerika, die altijd helemaal geweldig eruit zien. Zoals sommige van jullie misschien weten, heb ik de lichtelijke verschijnselen van OCD. Ik vond dat helemaal alles georganiseerd en weet ik het wat hebben. Dus het is echt heel goed voor mij om hier naar te kijken. Let op, oké. Okay. Ik ga even een stukje stelen van deze mevrouw. Kijk, dit is de before. Het is maar een heel klein stukje hoor. Maar dit is wel een goed beeld van hoe het was. Een beetje rommelig. Let op. Oh, I can't. Maar geef het aan me. Als ik dat niet heb later in mijn huis, dan wil ik het gewoon niet. Klaar. Ik ga er gewoon nog één kijken. Het maakt me niet uit. Kijk deze thumbnail. Oh, hij is hem niet scherp. Sorry daarvoor. Kijk deze thumbnail. Oh, zo, die ga ik er even achteraan knallen hoor, dit filmpje. Jezus. Het is vandaag vrijdag. En we moeten dus nu in onze gymkleren naar school. Omdat we ons niet mogen omkleden. En we gaan waarschijnlijk rennen. 2,5 kilometer. Mag ik heel even janken? Als ik iets niet kan, is het rennen, want ik heb astma, dus dat gaat echt absoluut niet goed samen. Niet dat je niet kan rennen als je astma hebt hoor, maar ja, dan moet je een hele goede conditie, dan moet je helemaal trainen en zo weet ik het. Dus ik heb nu ook echt mijn blauwe, nee, zwarte trui met mijn blauwe Adidas broek. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het niet zo fijn om dit aan te doen. Ik doe nooit sportkleding aan naar school, dus dat is een beetje gek. Oké, ik ga snel even mijn tas pakken, want ik heb echt niet lang vandaag. Ik heb echt van 9:15 tot 11:30, dus neem dat op je altijd op de vrijdag. Dat is echt super chill. Oké, ik ga nu echt mijn spullen pakken, want anders ben ik te laat. Oké, jongens, ik ben nu thuis van school. Ik zie er echt niet uit. Holy shit. Ik had dus gym en we moesten dus 2,5 kilometer gaan rennen, maar ja, ik hoefde dat dus gelukkig niet te doen, want dan mocht ik lekker op de fiets. Ik zie echt niet uit. Holy shit, mijn hele wang is nou ook rood. Want het gekke tornado opeens over Nederland heen. Tegenwind, echt love it gewoon. Maar goed, ik heb even kijken of ik niet mijn postcode laat zien. 3 pakketjes binnengekregen. Dus die gaan we eventjes openmaken. Hier is helemaal leuk dichtgepakt. Yes. Oh, deze zijn zo vet. Oké, ik heb dus deze ring besteld die zeg maar iedereen heeft. Maar ik wil hem ook. Dan... deze armband, zo'n chain-achtig iets. En nog een ring. Ik laat ze wel eventjes wat beter zien. En deze ketting. Met een ader aan. Kijk. Zo leuk, oh my god. Het is volgens mij ook stainless steel van dit account. Ik ga zo even zeggen welk account het is hoor. Kijk, nog een leuk pakketje. Jullie doen het altijd zo helemaal leuk in vakpapier en zo. Echt helemaal leuk. Oh ja, deze. Oh ja.
Kijk hoe leuk. Deze oorbelletjes. Met XOXO. Leuk. Oh, ik vind dit echt heel cute. Deze waren in ieder geval van Unique Label. Die oorbelletjes. En ook dit armbandje. Kijk, ook dit armbandje met Love. Weer zo'n touwarmbandje. Dit. Unique de Label. Ik weet niet of jullie dit nu kunnen lezen, maar... Goed. Ja, oké. Okay, ik heb het even uitgevonden. Deze ringen. En de ketting en het armbandje zijn van Boza Sieraden. Dus heel erg bedankt Boza Sieraden en Unique de Label. En dan hebben we nog een ander pakketje. Oh! Oh, dit is gewoon... Van Tina, volgens mij, ja. Leuk, het modeboek. Yes. Jezus, kijk dan. Dit is niet oké. Ik ben helemaal aan het gloeien. Bedankt Unique Label en bedankt Boza Sieraden. Superleuk. Zo, mag je heel even aandacht voor hoe mooi deze is. En deze ook. Ik laat niet op die lelijke prijs waar ik mezelf in mijn vinger gesneden, maar... Dit is toch amazing. Ja, ik vind het echt heel erg mooi. Wee. Jongens, weet je wat ik me net besef? De film Yes Day staat nu online. Dus ik heb net even een stukje gekeken. Echt leuk. Als je een keer wil horen hoe ik inspreek. Kijk de film Yes Day. Ik spreek de stem in van Katie. Dit was leuk. Ik doe dit altijd. Nou ja, ik doe dit wel eens. Ik ga een zangsessie met mezelf houden. Enjoy. Als ik er dingen in doe. Waarschijnlijk wel. Maar ik ga eerst even mijn stem warmen. Want dat is heel belangrijk, jongens. Libro. Nou, en dan ga ik nu gewoon allemaal random nummers zingen. Ik ga beginnen met On My Own van Les Miserables. It's so amazing. Oké. Deze weer opnieuw doen. Kijk of hij nu beter gaat. Sorry voor de rommel op de achtergrond, maar ik heb trouwens iets heel erg leuks, want niet gesponsord was het maar zo, maar dat is niet zo. Ik heb dus nu de app Simply Piano gedownload en daar heb ik voor betaald. En daarmee leer ik nu noten lezen. Want ik kon al wel een beetje noten lezen. Ik kan sowieso akkoorden, zeg maar, gewoon op de piano. Gewoon. Maar ik wilde ook noten kunnen lezen. Dat kon ik al een beetje. Ik zat ooit op pianoles, maar dat is er nooit echt van gekomen. Dus dat ben ik nu aan het doen. Dus dat is echt super leuk. En ik doe het echt elke dag, want ik wil het echt kunnen. Take me back to the start. Thank you.
promise we made. Oh, how you should my mouth and smile when I think of you. Het was een hele muzikale, het muzikale gedeelte van de vlog, zeg maar. Ik weet niet wat ik er allemaal in ga doen, maar... We'll see, guys. We'll see. Don't stop believing. Hold on to that feeling. Dat is van Glee. Die versie. Living in a lonely world. Oh, ik hou van dat nummer. Ik wil er eigenlijk nu gaan zingen. Hebben jullie Glee gezien? Als je het niet hebt gezien, kijk Glee. Het is echt een hele leuke serie. Vooral als je van zingen zo houdt. Als je het niet houdt, is het misschien meh, maar... Kijk het. Mijn zusje is als het goed is elk moment thuis. But I don't care, weet je. Dan kun ik nog even snel dit doen. Don't stop believing. Oh, weer snel. Oh, we hebben een amazing versie. Dat ik Rachel ben en dat iemand anders Finn is. Om dat te begrijpen moet je de serie hebben. Oké, we hebben iemand anders die meezingt. Bereid jullie alvast voor. Als ik zo meteen ga zingen, dan is het echt best wel hard. Dus, als je oortjes in hebt, zachter. Komt ie. Just a small town girl. Dat is het wel hard. Living in a lonely world. Oh, wat ga ik hier goed op. Just a city boy. Wanderers in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. Oh, daar is mijn zusje. Ik moet altijd anders weer doen. Is dat zij? Ja. Mama en Steven. Laat maar dan. Dat was het alweer. Het is vandaag zondag alweer. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ik had hem eigenlijk vrijdag moeten afsluiten. Maar ik was het even vergeten. En ik sta op het punt om deze video te gaan editen. Dus toen dacht ik, ik moet nog een afsluiting hebben. Vrijdag ook weer gedaan. Voice nog gekeken. Dat vind ik altijd leuk. Ik snap echt niet, sorry. Ik weet niet of jullie de voice kijken, maar ik snap echt niet dat Jasper er nog in zit. No offense, maar wat is dit? Ja, ik vind hem echt niet zo goed hoor. En Dim is er nu uit en ik vond hem echt leuk, dus... Zonde, maar is mijn mening, hè. Is absoluut mijn mening. En waarschijnlijk ga ik dus aankomende week dan niet filmen, want ik wil eigenlijk gewoon alleen maar video's plaatsen waarvan ik denk dat ze super leuk zijn. Want anders vind ik het ook zonde van, ja... Ja, mijn tijd ook. Maar ja, dan is het gewoon wat minder leuke video's. Dus ik ga vanaf nu gewoon alleen een weekvlog maken als ik denk van, nee, deze vlog is leuk. Dus het wordt absoluut vaker niet meer zoals eerst dat ik echt nooit ga uploaden, want dat was echt vreselijk. Dus ik ga gewoon vanaf nu een week vloggen als ik denk, dit is echt een leuke week. Dit moet gevlogd worden. En geloof me, het komt goed. Ik heb een leuk leven. Dus het komt wel goed. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe dan zeker nog even een blauw duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Trouwens, don't mind de vieze make-uploze Anne op dit moment. Maar goed, laat nog even in de reacties weten wat je ervan vond. Vind ik altijd leuk om te lezen. En nou, dan zie ik je heel snel.